Wie ben jij? Ruben, maar ik kom vandaag als origineel. Hoe oud ben je? Ik ben 24, maar vandaag 85. En wat ga je vandaag voor ons zien? Wel, het is eigenlijk een eigen liedje. Het zijn wat gedachtegangen die ik op een rijtje zet. Jullie moeten maar kritiek geven. Oh, zo. Nou, dat is wel heel bijzonder, want het is eigenlijk een meisjesnummer. Hoezo? Maar ook een heel moeilijk nummer. Ik vind dat wel heel stoer dat je dat durft. Ja, maar heb je het nog niet gehoord? Mag ik het doen? Ga je gang. Dank u. Als ze u aan het pijpen is. Oh. Nee. Je doet wel heel erg je best. Ja. Maar je weet nog niet hoe je van je best doen ook iets prettigs moet maken. De appel valt niet ver van de boom. Ik vind dat dat debiel is. Of hadden soms verwacht als eerst 10 meter gingen vliegen. Ik weet dat het een beetje ziek is. Maar ik kan hem toevallig enkel toepassen op een zekere presentatrice. Je hebt ook een soort popsterrengezicht wel. Maar ik twijfel gewoon heel erg aan jouw zangkwaliteiten. Uw moeder is een hoer, jongen, dat geeft toch niet. Trek het u niet aan, nee, ik mag nog steeds voor niets. Het jammere van de relatie is dat ze meestal niks wordt. Verliet het meisje dat ik zwanger maakte omdat ik ze ineens te dik vond. Ik vond het mooi hoor. Ja, ik vond het wel mooi. Ja. Maar ik heb wel een beetje, dat moet je me niet kwalijk nemen, een klein beetje moeite om je serieus te nemen. Geen moeite met de jongens, geen moeite met de meisjes. Tolereer iedereen die voldoet aan mijn eisen. En ik heb echt respect voor degene met de handicap. De wereld is al hard. Zij geven mij de slappe lach, bedankt. Als dit je allereerste auditie was geweest, dan zou ik bedacht hebben, nou, maar je bent ook een klein beetje gek mens, hè. Er is een vrouw van het Belfort gesprongen. Volgens mij had ze Red Bull gedronken. Wou ze testen of het klopte. Je vindt dat ik te ver ga? Ongelooflijk, zwijg maar. Ik had tegen kritiek, zolang dat die niet over mij gaat. Popstar is zoiets anders dan wat je nu zingt. Dat is, wat je nu doet is zo mooi met gevoel en daar moet eigenlijk een klein orkestje bij. Bijna seks met een pornoster, maar ik heb het geannuleerd. Ach, ook al was ze heet, vond haar anus wat te bleek. Ben tevreden met mezelf, dus beledig ik de rest. Enkel vol zelfspot als ik u aan het imiteren ben. Ik zeg mooie stem, maar niet voor popstar. Mooie stem, niet voor popstars. Vind je meer een act dan een echt talent? Nee. De laatste die kwam klagen over hoe agressief ik was. Leeft nu zijn leven lang op de kosten van de ziekenkast. Vrouwen hebben nauwelijks te klagen. Ik sla ze in de maag, zodat ze toch nog van die korte mouwen kunnen dragen. Lief, hè? Het is netjes gezongen, je ziet er leuk uit. Maar ik ben niet overtuigd dat jij een professionele zangeres kan worden met deze auditie. Als een meisje vraagt of ik met haar de lakens deel, ga ik weg zonder seks, maar neem de helft van de lakens mee. Ach, je echt gelooft dat uw relatie zo perfect is, vraag ik me af waarom dat uw lief naast me in bed ligt. Dat is niet eens maar uit de maadans, dat is echt een zware ritmische stoornis hoor. En eentje van het hoogste emergency niveau. Dat knappe meisjes me afwijzen is te veel van het goede. Want uiteindelijk zij die gaan lijken op een lelijke moeder. Mijn oma werd tijdens haar eigen crematie wakker. En toen dachten wij daar met z'n allen, wat een onaangename verrassing. Jakkes. Het is wel leuk. Ja. En zeker niet supergoed. Maar wel leuk is echt niet genoeg. Red je het niet. Dus. Van mij betreft, nee. Nee. Nee, ik ook niet. Nee. Dankjewel voor je komst.